Zwaargewonden bij een ongeluk in Rotterdam. Een automobilist botste vannacht tegen een betonnen pijler van een metroviaduct op de Hille Laan. Vervolgens schoot de auto de middenberm in. 3 inzittenden raakten gewond, waarvan 2 ernstig. Ze zijn overgebracht naar het ziekenhuis. De bestuurder zelf heeft alleen een paar schrammen. Waarschijnlijk werd hij gered door een airbag. Hij is wel aangehouden.